Andy en Robrecht, hoe lang beoefenen jullie al de duivensport? Van mijn part, ik ben begonnen in 2011. Ja. Mm-hmm. Andy was al veel langer bezig. Ja. Van, denk ik, als je 12, 13 jaar waard, dus dat moet 95 zijn. 1995. Ja. En hoe zijn jullie zo in de duivensport terechtgekomen? Ik via... Via de zoon. Via Andy. Ja, en Andy. Een keer omgekeerd, niet van vader op zoon, maar van zoon op vader. Zoon op vader. Ja. En hoe zijn er heen terecht gekomen, Andy? Gewoon interesse voor de duiven. Mm-hmm. En met het schooltrein een paar melkers tegengekomen en die duiven op. Ja. En blijven kijken en uitleg gekregen en op een gegeven moment ook duiven meegekregen. Ja, de duivenmicroop. Ja. Op 12 november start er een veiling van jullie bij ons op de website op Dream Pigeons. Zijn er nog bijzonderheden dat jullie willen extra melden naar de liefhebbers toe van welke duiven dat er in de veiling komen? Ja, we hebben naar die verkoping naartoe een selectie gemaakt van mm-hmm. allemaal van nabele duiven. Dus, we hopen dat die verkoping lukt. Mm-hmm. En we hopen ook dat de liefhebbers er wel mee zijn, er ook resultaten mee behalen, gelijk dat maar wij mee behalen en behaald hebben. Ja, dus sowieso, ik heb die 30 duiven mogen bewonderen. Hè. Stuk voor stuk zijn het voor mij ook zeer mooie duiven. Kwaliteit hè, is sowieso. En als je ziet hier op de hokken, broers en zusters presteren ook zeer mooie resultaten. Dus kijk, bedankt voor deze namiddag. En we kijken al uit naar de veiling van 12 november. Bedankt.